Na de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen gedacht, hoe kon het nou dat we het niet wisten? Gaat u rustig slapen, er is niks aan de hand. Een van de meest beroemde en beruchte radio-uitspraken van de Nederlandse geschiedenis. Vaak wordt nog beweerd dat de uitspraak werd gedaan vlak voor de Duitsers ons land binnenvielen. Maar is dat eigenlijk wel zo? Ja, in de jaren 30 was er veel internationale spanning. Ook in Nederland was het onrustig, de crisis. En minister-president Colijn sprak sussende woorden op de radio in 1936, nadat de Duitsers hun eerste expansiedrift hadden laten zien. En hij zei, gaat u rustig slapen, er is niks aan de hand. Vervolgens is deze uitspraak een eigen leven gaan leiden, met name na de oorlog. Het is symbool geworden voor de neutraliteitspolitiek die Nederland had. Nederland zei, nee, wij hebben met geen ruzie te maken. Gaat u rustig slapen, was dan het idee. Hè? Wij worden echt niet overvallen. Nou ja, daar zijn we in mei 1940 achtergekomen dat dat niet zo was. Geachte luisteraars. Uit de uitvoerige berichten en beschouwingen, de laatste dagen in onze dagbladen verschenen, heeft ook het Nederlandse volk kunnen vernemen dat de politieke spanningen in Europa weer groter zijn geworden. Daarom maan ik nog eens aan om zich niet te laten verontrusten. Ik verzoek de luisteraars dan ook om, wanneer ze straks hun legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. De uitspraak ligt gevoelig omdat het niet het beeld is wat we graag zelf hebben van de geschiedenis. Het idee dat we zo overtuigd waren dat het wel meeviel en dat in de Tweede Wereldoorlog is gebleken hoe erg het niet meeviel. Eigenlijk geldt het ook een beetje voor de concentratiekampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen er verhalen en heel veel mensen hebben het gewoon niet geloofd dat het zo erg kon zijn. Ja, en dan wil je dat na de oorlog zo snel mogelijk vergeten. Dan wil je er niet aan denken dat je voor de oorlog dacht, nou, dat valt allemaal wel mee, wij zijn neutraal, er gebeurt hier niks. En die uitspraak van Colijn, die werd dan symbool voor die gedachte. Ja, dat is een pijnlijke herinnering die we liever vergeten. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Goedenavond. Na de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen gedacht, hoe kon het nou dat we het niet wisten? En je ziet dat op allerlei vlakken terugkomen. Zelfs in Duitsland in de jaren 30, waar al allerlei maatregelen genomen werden in 1933 tegen de Joden, gingen niet massaal alle Joden op de vlucht, als ze dat al konden. Maar heel veel bleven ook met de gedachte, het zal wel loslopen, het zal wel meevallen. Nou, dat is een beetje het gevoel wat er toch in de jaren 30 in Nederland is geweest. Het zal wel meevallen, er gebeurt niet zo snel iets. Echt overtuigd dat de neutraliteitspolitiek, dat die weer zou werken. Dat was in de Eerste Wereldoorlog ook gelukt, maar misschien was het ook wel hoop tegen beter weten in. Ja, de uitspraak, gaat u rustig slapen, er is niks aan de hand, werd dus gedaan door minister Colijn in 1936 en niet in 1940 zoals veel mensen denken. Nou, wil je meer weten over deze en andere historische radio-uitzendingen? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Abonneer ook op dit kanaal om op de hoogte te blijven van de serie. En dan zie ik je graag bij een volgende aflevering.